Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 11 november. De mate van geloof. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matteüs 8, vers 13. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Jaren geleden was ik extreem negatief ingesteld vanwege het vernietigende misbruik uit mijn verleden. Als gevolg daarvan leek het wel of ik van mensen verwachtte dat ze me zouden kwetsen, en dat deden ze ook. Ik verwachtte van mensen dat ze oneerlijk zouden zijn, en dat waren ze ook. Ik was bang om te kunnen geloven dat er ook maar iets goeds zou kunnen gebeuren. Ik dacht dat ik mijzelf tegen de pijn kon beschermen door niets goeds te verwachten. Maar toen ik ernst maakte om de Bijbel te bestuderen en op God begon te vertrouwen dat Hij mijn leven zou herstellen, begon ik mij te beseffen dat ik ook al mijn negativiteit moest loslaten. In Matteüs 8, vers 13 zegt Jezus dat het ons zal gaan zoals wij geloofd hebben. Ik geloofde dat alles negatief was en dus overkwam mij ook veel negatieve dingen. Ik nam het besluit om positieve dingen te verwachten en begon mijn vertrouwen op God te stellen en te geloven dat Hij positieve dingen zou doen in mijn leven. En na een tijdje ontving ik positieve resultaten. Gebeuren er voortdurend negatieve dingen in je leven en vraag je je af waarom? Misschien moet je beginnen om positieve dingen te verwachten. Begin met God te vertrouwen en te geloven voor het beste. En ontdek hoe Hij dingen voor je gaat doen overeenkomstig je geloof. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heilige Geest, ik wil vrijkomen van alle negativiteit en begin met het goede te verwachten. Help mij mijn geloof aan te wakkeren. Ik geloof dat U grote dingen in mijn leven kunt doen. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.